De afgelopen jaren zijn bedrijven onwijs veel bezig geweest met het verduurzamen van hun producten, de verpakkingen die ze gebruiken en ga zo maar door. Um, niet gek dus dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om daar een bepaalde duurzaamheidsclaim aan te hangen. Zoals recyclebaar, biologisch afbreekbaar of gemaakt van hernieuwbare materialen. Maar wat betekenen deze claims eigenlijk? Dit gaan we vandaag onderzoeken. Ik zit hier vandaag met Karen van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in Den Haag. Ook wel KIDV kortweg. En we gaan het vandaag hebben over een aantal claims uh, die veel gemaakt worden, voornamelijk bij horeca en retailbedrijven, om aan te duiden dat de producten duurzaam zijn. Um, Karen, allereerst dat woord um, duurzaam. Mm -hmm. Wat betekent dat überhaupt? Ja, duurzaam kan je natuurlijk op heel veel manieren uitleggen. Je kan uh, duurzaam uh, uitleggen als dat je het langdurig kan gebruiken. Maar als je kijkt naar de volksmond, hoe we het meestal gebruiken, is dat het beter voor het milieu is dan wat je eerst deed. Dus verduurzamen, duurzamer. Je ziet het vaak als een actief werkwoord. Uh, net als dat wij bijvoorbeeld verpakken als werkwoord hebben. Uh, maar verduurzamen is dus een stap die je kan zetten in wat je doet, om het net iets beter voor het milieu te doen. Okay. En het liefst doe je alles zo duurzaam mogelijk. En eventjes voor mij, want ik weet natuurlijk wie jij bent en wat ja. jullie doen. Uh, maar zou jij jezelf en uh, het KIDV even kunnen introduceren? Ja, um, ik ben dus Karen van der Stad. Ik uh, werk sinds het begin bij het KIDV. Ik ben verpakkingskundige. En uh, wat wij doen als KIDV, en daarmee ik dus ook, uh, is zorgen dat bedrijven uh, geholpen worden in het verduurzamen van hun verpakkingen. Uh, en hun verpakkingsprocessen. Dus niet alleen de verpakking zelf, maar ook wat er omheen zit. En dat verduurzamen kan voor elk bedrijf anders uitpakken. Dus het ene bedrijf zal heel erg op het materiaal moeten gaan zitten. Het andere bedrijf zal het lichter moeten maken. Zo zullen we voor elk bedrijf is er een andere actie die ze moeten doen. Beter recyclebaar. Um, nou ja, die acties, daar proberen we te zorgen als instituut. Dat de kennis die daarover beschikbaar is, dat die uh, ook beschikbaar wordt voor die bedrijven en dan in taal die voor hen makkelijk is. Of dat er bijvoorbeeld tools of andere instrumenten uh, nou ja, beschikbaar zijn. Oké, okay. daar gaan we het vandaag uh, nog uh, uitgebreid verder over hebben, denk ik. Ja. Uh, wat ik wel interessant vond om te merken was... er is uh, blijkbaar in 2020 in ieder geval uh, onderzoek gedaan... door een Europese commissie... Uh, waaruit bleek dat van alle milieuclaims die door talloze bedrijven gedaan werden, uh, dat ruim 53% daarvan um, ofwel twijfelachtig of onduidelijk was en zelfs 40% überhaupt niet onderbouwd werd. Mm -hmm. um, is dat iets wat jij, waar jij je in herkent? Is dat iets wat jij vaker tegenkomt bij bedrijven, dat er claims gedaan worden waarvan je merkt van nou, ah, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens of ik twijfel of dat wel het geval is of die bedrijven wel weten waar ze het over hebben? Nou ja, dat laatste inderdaad. Ik denk dat heel veel bedrijven, die hebben natuurlijk een actie ondernomen om hun verpakking te verduurzamen. En uh, dat willen ze graag uiten op die verpakking. Uh, het liefst naar de consument toe. Maar je ziet dat ze daar soms ook met lichte onwetendheid aan de slag zijn gegaan. En dingen claimen die uh, niet altijd uh, kloppen. Het belangrijkste is dat je een claim altijd goed kan onderbouwen. Dus dat je echt hebt uitgezocht waar je die claim op baseert. En vervolgens ook precies wat je zegt, dat die consument dat heel goed kan. Begrijpen wat er nou precies bedoeld wordt met die claim. En waar die op slaat. Slaat die op de hele verpakking, of alleen op de fles, of alleen op dit, of alleen op dat. Dus het is belangrijk dat je als bedrijf daar goed over nadenkt. Dus één, is het echt een claim die je kan maken en kan onderbouwen? En twee, nou ja, snapt die consument wat jij bedoelt? Of is het vaag? En dat laatste is vaak het geval. En dat maakt dat het onduidelijk is. Ik denk dat, um, dat veel bedrijven, helemaal uh, bedrijven zoals Horeca en Retailbedrijven, die dus rechtstreeks met consumenten te maken hebben, dat die het allemaal wel belangrijk vinden om uh, duurzaamheid uit te stralen, helemaal vandaag de, de dag. Dat is ja. in ieder geval zeker iets wat, wat wij veel merken bij die bedrijven. Uh, maar die zijn vaak best wel afhankelijk van, van de kennis die ze krijgen, dus van leveranciers. Ja. Uh, hoe zorgen jullie dat die kennis bij die bedrijven terechtkomt en dus uiteindelijk bij de consument terechtkomt? Nou ja, wij hebben uiteindelijk inderdaad dus instrumenten, maar ook trainingen... waar onder andere ook dat soort leveranciers aan meedoen. We zorgen dat we op beurzen spreken en ze kunnen informatie, ze kunnen vragen stellen bij ons. Uh, maar het is inderdaad wel aan de hele keten om zich te informeren... over nou ja, wat je, hoe dit in elkaar zit en hoe, waar je aan moet voldoen. En een ander ding is dat wij dus altijd factsheets maken. Dus in dit geval over milieuclaims, uh, waarin we dus proberen uit te leggen... aan de ene kant hoe die wettekst helemaal in elkaar zit... Dat is hele taaie kost. En daarom maken we er ook altijd voorbeelden bij. Uh, in dit geval hebben we er tien uitgewerkt. Waarbij we denken van ja, dat helpt om te begrijpen wanneer je wat mag doen. Oké. Okay. Ja. Stel nou dat ik dus weer op de stoel ga zitten van, uh, van een ondernemer in bijvoorbeeld de horeca of de retail. En um, ik vind het belangrijk om, om duurzaam bezig te zijn. Uh, of daar in ieder geval eerlijk over te zijn, tekenen ook voor mijn uh, klanten of gasten. Um, Wanneer zou ik um, naar jullie website toe kunnen gaan of jullie kunnen bellen, mailen? Hoe werkt dat? Nou ja, als hoe kunnen dus, jullie mij helpen? Ja, als je dus twijfel hebt over hoe je bijvoorbeeld kan zeggen van... ...hé, hey, deze verpakking is recyclebaar, hoe druk ik dat goed uit? Ik heb daar mijn best voor gedaan, ik heb daar met de leverancier over gelegd... ...en ik wil daar iets over vertellen, hoe doe ik dat? In welke kaders heb ik dan? Nou, dan ga je naar onze website en dan kijk je in de kennisbank of bij instrumenten... ...en dan vind je onze, bijvoorbeeld onze factsheets. In dit geval zou ik die dus van milieuclaims nemen. Mocht het niet duidelijk zijn, dan kan je ons een mail sturen via vraag.kdv.nl. En wij hebben ook altijd een juridisch spreekuur. Dus daar ga je met advocaat in gesprek, die ook deze fact heeft mede opgesteld. Dus dan kan je gewoon direct je vragen stellen. Oké. Okay. Ik weet uh, dat wij een aantal uh, claims eruit hebben gepikt. Claims waarvan Oeh. we zelf merken dat die uh, vaak gedaan worden of dat we ze vaak tegenkomen. Uh, dat zijn de volgende. Uh, recyclebaar is eentje die we vaak zien. Ja. Uh, composteerbaar of biologisch afbreekbaar. Daar uh, worden vaak ook door elkaar heen gebruikt. Uh, gemaakt van hernieuwbaar materiaal of gerecycled materiaal. Dat zijn toch wel twee verschillende dingen, maar dat ja. zien we ook veel terug. Plasticvrij. Ja. Wat betekent dat nou eigenlijk? Een hele, hele belangrijke <laughs> natuurlijk, ook met een de, hele de precies. Ja. Um, En duurzamer dan. Er worden ook nog wel eens vergelijkingen gemaakt van... een papieren tas is duurzamer dan een plastic tas. Ja. Um, is dat altijd zo? Um, dat zijn claims die we die we veel, uh, veel tegenkomen. Um, ik zou heel graag die claims één voor één met jou gewoon eens af willen gaan om te kijken van hé, hey, wat is jouw visie daarop um, en wat zegt jullie fact sheet milieuclaims ook over die uh, over die claims. Ja. Um, te beginnen met recyclebaar. Wanneer mag je iets recyclebaar noemen? Nou daarvoor hebben wij bijvoorbeeld een recycle check ontwikkeld. Dus daarmee kan je controleren of jouw verpakking in het huidige Nederlandse systeem recyclebaar is en op welk niveau. Um, als je dat claimt op een verpakking, dan gaat de consument er dus vanuit dat het goed gaat. Dus dat het in het proces, uiteindelijk als hij het in een bak of een zak stopt, dat die, dan, dat die verpakking dan gerecycled wordt. Nou, dat is een hele belangrijke. Dus die relatie tussen, tussen wat jij zegt en wat die consument verwacht, is hier. Dat die, dus jij zegt hij is recyclebaar. En vervolgens verwacht die consument, nou als ik hem in de zak stop, wordt hij ook gerecycled. Dus recyclebaar, dat kan prima. Dat kan je zeggen. Daar heb je op ontworpen en je hebt het getoetst aan een check van ons of van een andere instantie... die, die kijkt van oké, okay, is dit recyclebaar? Want stel dat we die term dus pakken, want ik merk inderdaad, er is, als ik het goed begrijp... dat er een groot verschil is tussen of iets feitelijk recyclebaar is... Ja. en of het hier in Nederland, of überhaupt uh, economisch gezien, ook echt nuttig is en of gebeurt. Klopt dat? Um, nou, als je onze recyclecheck volgt, dan is de kans heel groot dat een dergelijke verpakking die daaraan voldoet ook daadwerkelijk ingezameld, gesorteerd en gerecycled wordt. Nou is het, zeg ik, expliciet kans, want een, het blijft een kans. Ik kan niet van alle verpakkingen in Nederland zeggen dat ze ook daadwerkelijk precies dat proces volgen. Het is een complex proces. Dus je merkt dat hier en daar is er wat uitval of gaat er iets niet goed. Dus dan belandt het niet op de plek waar jij denkt dat het belandt als je nou ja, de logica volgt van de sorte inzameling, sortering en recycling. Dus. Recyclebaar is een begrip wat je op zich kan volgen, maar als je bijvoorbeeld zegt 100% recyclebaar, ja, dat, dat kan je niet goed onderbouwen. Uh, want dan zeg je eigenlijk dat elke molecuul of elke vezel in die verpakking altijd gerecycled wordt. Dat is dan de verwachting die je bij de consument legt. Nou, ik denk niet dat je dat kan waarmaken. Ik zou het in ieder geval niet op mijn verpakking schrijven. Ja, en tegelijkertijd denk ik, en dat is een uh, onderwerp voor een andere video, maar dat, uh, ik woon zelf in Utrecht momenteel. Ja. Uh, ik weet dat daar plastic bij uh, uh, tezamen met het andere afval in één zak gaat. Uh, we hebben dat een tijdje lang uh, heel netjes op kantoor bijvoorbeeld gescheiden. Omdat mm -hmm. we, en ook gescheiden laten ophalen. Um, uh, maar toen te horen gekregen dat het later alsnog bij elkaar werd gegooid. Uh, en dat het dan door de uh, afvalverwerker uh, werd, werd, werd uit elkaar werd gehaald. Um, het, als ik het goed begrijp, dus de, om de term uh, in één zin samen te vatten, recyclebaar, uh, om die claim in Nederland te, te kunnen maken, moet de consument ervan uit kunnen gaan uh, dat dat product ook wanneer hij of zij het op een normale manier dus niet in de bosjes gooit, maar nee. gewoon uh, netjes uh, uh, verwerkt, dat dat gerecycled wordt. Dat de kans, ja, de kans groot is. Daar blijf ik wel bij. Want het is natuurlijk ja, het is een complex proces. Dus de kans is groot dat als het allemaal gewoon goed gaat... dat die verpakking uiteindelijk een nieuwe grondstof wordt. Okay. Uh, of 100% als er een zendertje op plakt en hij gaat altijd helemaal de keten door. Dat weten we natuurlijk niet zeker. Dat, ja. dat zou best eens kunnen dat er hier en daar iets uitvalt. Maar als je je verpakking zo ontworpen hebt dat die voldoet aan de recyclecheck... Of aan een, nou ja, en dat is dus echt voor Nederland. Maar als je wat meer Europees wil kijken, bijvoorbeeld naar Reciclas, dan is de kans dus heel groot dat die, als jij hem goed inzamelt, gesorteerd en gerichtschakeld wordt. En dat kan op verschillende manieren: dat kan uit het restafval of als je, via bronscheiding. Nou ja, dat zijn methoden die. Daar kunnen we inderdaad nog een keer een andere aflevering over maken. Dan heb ik direct een, uh, een moeilijke vraag en ook wel een bruggetje naar een andere claim. Waar ik zelf bijvoorbeeld direct aan denk is, oké, okay, stel dat ik moet kiezen tussen, um, vanuit ook het oogpunt uh, beter dan, uh, maar ook vanuit recyclebaar, dat ik moet kiezen tussen een, een plastic beker. Dus mm -hmm. zo'n, uh, niet een reusable, dus niet iets wat je vaker gebruikt, maar zo'n. Um, uh, eenmalige, plastic... een een, een eenmalige plastic beker, inderdaad, die we allemaal wel kennen, die witte bijvoorbeeld. Um, of een papieren uh, beker met een coating aan de binnenkant, wat, wat altijd het. Het geval is. Um, is een van die twee dan bijvoorbeeld meer of beter recyclebaar dan de ander? Of is dat niet, niet zo te zeggen? Nou, dat is in elke vergelijking, hè? want daar ga je eigenlijk al naar de duurzamer dan. Ja, precies. Ja, Op het die moment die dat die je erbij. gaat vergelijken, dan is de situatie eigenlijk het allerbelangrijkst. Dus als ik dat kunststofbekertje uh, uiteindelijk in een aparte stroom stop, uh, dus dat stel dat is van polystyreen, en ik heb een aparte stroom en ik vind een recycler daarvoor. Dan kan dat gunstiger zijn dan het kartonnenbekertje. Maar ja, het kartonnenbekertje is van een hernieuwbare grondstof gemaakt. Dus die afweging, die moet je altijd helemaal integraal maken. En ook het gedrag van die persoon meenemen. Namelijk, hoe vaak gebruikt hij dat kunststofbekertje? Hoe vaak gebruikt hij het kartonnenbekertje? Dus wat doet iemand precies? En alleen dan kan je eigenlijk een echte vergelijking maken. Daarvoor moet je alle data op tafel hebben. En dat is vaak heel moeilijk: want als je het hebt over de concurrent. Dan heb jij niet alle data van die concurrent. Dus duurzamer dan of vergelijken met een ander. is daarom nooit slim. Maar stel dat ik dus een, een ondernemer ben en ik, wil, um, en ik wil kiezen tussen bijvoorbeeld die twee. Ja. En ik verkoop smoothies, ik, ik noem maar wat. Ja. En ik moet kiezen van hey, doe ik dat in een papieren beker of een plastic beker. Dan is het dus belangrijk dat ik niet alleen naar het product kijk, maar ook ja. naar wat er mee gedaan wordt door dan, mijn gasten of klanten. Ja, heb ik een plek waar ik dat, waar ze het uiteindelijk apart kunnen inleveren. Dus kan ik al die bekers bij elkaar hebben? Heb ik daar een recycler voor? En heeft die vervolgens ook weer een outlet? Dus wat gebeurt er precies in de hele keten? Dat is natuurlijk, als je een hele kleine onderneming bent, best heel lastig, dat snap ik heel goed. Uh, dan is het slim om te kijken naar wat is er in het algemeen voor huishoudens beschikbaar is. Uh, of in mijn gemeente, als je afval door de gemeente wordt opgehaald, dat je daar wel even mee in gesprek gaat. Dus het je informeren over wat er precies gebeurt is wel van belang. Oké. Okay. Ik ja. denk dat dat een goede is. Ik denk dat er ook steeds meer bedrijven zijn die daarbij kunnen, kunnen ondersteunen bij ja. verschillende afvalstromen. Ja. Uh, ik weet dat wij dat dus zelf ook op kantoor ja. gedaan hebben. Oké. Okay. Uh, en als we kijken, überhaupt naar de claim duurzamer, dan is er nog iets wat je daarover kwijt zou willen. Nou, ik denk dat elk bedrijf gewoon uit moet gaan van zijn eigen kracht. Dus dat je, uh, dat klinkt altijd een beetje saai, maar tegelijkertijd uh, bedenk gewoon. Ik heb het goed gedaan, maar ga niet naar een ander staan wijzen van, hé, hey, uh, nou ja, ik doe het beter dan die ander, maar hou het gewoon bij jezelf. Ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Behalve als jij natuurlijk vergelijkt met een vorige versie waar je wel alles over weet en waar je weet dat alles hetzelfde gaat, dan kan het natuurlijk wel, maar met een concurrent zou ik dat niet doen. Oké. Okay. Dan hebben we composteerbaar of biologisch afbreekbaar. Dat dus vind ik ja. zelf ook een super interessante. Um, PLA bijvoorbeeld is een materiaal die, wat ik relatief vaak hoor. Um, waarvan ik aan de ene kant mensen heb die zeggen, ja dat is biologisch afbreekbaar, dat is top. Anderzijds heb ik ook wel eens wilde verhalen gehoord over uh, bepaalde oplossingen en centrifuges en uh, uh, industrieel composteerbaar. Dat het schijnbaar iets anders is ja. dan wat ik als misschien consument zou denken. Ja. Namelijk ik gooi het op mijn composthoop en dan, ja. uh, dan uh, gaat het weg. Ja. Um, hoe zit die claim in elkaar? Wanneer mag je die doen en wat betekent die exact? Nou, je hebt inderdaad composteerbaar, biologisch afbreekbaar. In feite uh, is dat een groep ook daar een effect ziet over. Dus als je nou ja, helemaal wil weten hoe het zit, kan je die nalezen. Maar um, composteerbaar betekent dat het inderdaad industrieel composteerbaar is. Daar is ook een norm voor, die kan je volgen. Dan kan je dus een test laten doen in een laboratorium om te checken of jouw verpakking aan die norm voldoet. Maar die normen en de realiteit zijn op dit moment niet gematcht. Dus dat maakt het onhandig. Dus daarom heeft de Nederlandse overheid besloten dat verpakkingen niet bij het GFT mogen. Dat GVT GFT, wat jij bij jou thuis wordt opgehaald, dat wordt industrieel gecomposteerd. Alleen uh, nou ja, die twee matchen nu op dit moment niet. Dus die voldoen aan die norm en de praktijk, die, die, die zijn niet compatible op dit moment. En dat betekent dat ik mijn rietje van PLA bijvoorbeeld niet bij mijn compost kan gooien. Nee. Dus Want ver... dat, wordt niet, dat wordt niet gecomposteerd? Of... Dat zou best heel goed kunnen composteren, maar een deel wellicht niet. Dus okay. omdat de tijd. Nou ja, dat is een vrij complex verhaal. Dat leggen we goed uit in die norm, denk ik. Of in die infectie, denk ik. Maar uh, dus dat matcht niet met elkaar. En verpakkingen mogen op dit moment, behalve theezakjes en koffiepads, niet bij het GFD. Dus dat is eigenlijk de algemene regel. Dus hier kan je. Aan de ene kant is het, dit is een hele lastige, want aan de ene kant kan je prima een claim maken. Ik heb namelijk een composteerbare verpakking, ik voldoe aan de norm. En aan de andere kant is de praktijk daar niet op ingericht. Dus ja, zit je daar eigenlijk scheef. Mm -hmm. um, dus voor die consument, als jij die claim maakt composteerbaar, weet hij nog niet wat hij moet doen. Ja. Want hij mag het niet bij het GFD stoppen. Ja, dus wat moet dat hij dan? Ik denk dat mensen dat wel denken natuurlijk. Ja, daarom. Ja. Dus als je een claim maakt, heb je dus elke keer die twee. Acties die je moet doen, kan ik het onderbouwen? Nou, in dit geval gaat dat goed. Je kan onderbouwen dat je het composteerbaar is volgens de norm. Wat is dan überhaupt de waarde eigenlijk nog van, van iets composteerbaar? Nou, ik denk dat we als we naar de lange termijn kijken, dat het wellicht heel erg interessant kan zijn. We hebben dat ook opgeschreven in ons boek, wat hier mooi ligt: State of Sustainable Packaging. We kijken naar intrinsiek duurzaam voor de hele lange termijn. Hoe zouden we dat vorm kunnen geven? Dus dat een verpakking eigenlijk van zichzelf. Zo duurzaam is, dus intrinsiek zo duurzaam is, dat het geen schade aan mens en milieu geeft. Wellicht is die compost daar juist precies de oplossing. Maar dan moeten we wel het ene systeem met het andere weten te matchen. En dat is nu gewoon even niet het geval. Klopt het? Want dat is natuurlijk wel interessant. Klopt het dat dus nu. Bijvoorbeeld, ik kan uh, kiezen voor composteerbare verpakkingen. mits die ook natuurlijk feitelijk composteerbaar zijn. Um, is dat nu. en dan is, krijg je toch weer de duurzame. dan. is dat nu beter om te doen dan. Um, om te kiezen voor producten die niet hernieuwbaar zijn. of niet composteerbaar zijn. of is dat ook niet zomaar Ja, maar daar ga je eigenlijk de valkuil in die heel makkelijk wordt gemaakt. composteerbaar betekent niet automatisch dat het. hernieuwbare grondstof was. want ik kan ook een composteerbare verpakking maken. die niet van een hernieuwbare grondstof komt. dus van een fossiele grondstof. Theoretisch kan dat. Mm. En andersom, als het hernieuwbaar is, is het niet automatisch composteerbaar. Dus die twee termen moeten we heel goed uit elkaar houden. Dus je kan van een hernieuwbare grondstof kan je een bio-PE maken. En die bio-PE is moleculair hetzelfde als een gewone PE. Alleen ja. de grondstof is hernieuwbaar. Ja. Maar die is niet composteerbaar. Hmm. Dus dat is, een, dat is een route die niet. Uh, nou ja, die, die dat is een hele andere route. Die kan gewoon mee in de recycling enzovoort. Is het te zeggen, is, is er, uh, stel ik uh, moet kiezen, want dat gebeurt nog wel eens. Um, dan hebben we trouwens überhaupt. Um, inderdaad gemaakt van hernieuwbaar of gerecycled materiaal. Ja. Um, zouden we die direct kunnen beetpakken? Want dan ga ik daar daarna. Een ja, vraag dan zeg over ik nog. Stellen. één ding over dat composteerbaar. Het kan natuurlijk zijn dat jij. Uh, een eigen afspraak hebt. Hè? Dus als je een bedrijf hebt. en uh, zeker in de horeca. dat je een afspraak hebt met een composteerder. Uh, Oké, okay, dat over... kan wel. Dat kan wel. Dus we hebben het over. Dus dat is even het, het lastige. We hebben het over. in het huishoudelijk afval mag het niet bij het GFT. Maar als ik een bedrijf ben. En ik heb uh, uh, een afspraak met een, met een partij. en die brengt het naar een composteerder. en die vindt het oké okay dat ik mijn verpakkingen. waarvan we van tevoren even hebben afgesproken wat dat precies is. meestuur. dan kan het wel. Oké. Okay. Dus, maar in het huishoudelijke deel. is het dus eigenlijk een no-go-route. Dus, maar in een gesloten omgeving. een festival, een andere plek. kan het dus prima zijn. dat je goede afspraken daarover kan maken. Maar daar gaat het dus om, om die afspraken maken. Ja. Dus okay. over die composteerbaarheid, het is zeker een kans voor de lange termijn, maar ja. Maar dus wel iets om, uh, waarvan het al goed is om er wel mee bezig te gaan op in te zetten. Want een, Ik denk dat we voor de lange, lange termijn wel moeten nadenken over hoe, nou, hoe gaan we dat nou doen? Want recycling, als we naar die ladder kijken, is natuurlijk redelijk onderaan. Hergebruik zit hoog, maar we hebben, je kan niet alles hergebruiken. Dus we zullen een route moeten vinden voor wat we doen met materialen die uitvallen of waar... Nou ja. Is het goed om daar wel nu al, dus ondanks het feit dat nog niet de afvalverwerking altijd overal uh, helemaal ideaal is, laat ik het zo zeggen, is het wel zo dat het al goed is om nu al wel in te zetten op bijvoorbeeld recyclebaar en composteerbaar in, in keuzes? Nou ja, recyclebaar zeker. Na, composteerbaar. Weliswaar, over. Ja, weliswaar uh, ook. En composteerbaar als je daadwerkelijk een route kan vinden die klopt. Dus daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als voor recyclebaar. Informeer je over wat je... Wat de opties zijn. Mm -hmm. Dus een ja. duurzaam, verpakking kiezen is, is eigenlijk niet... de helft van het werk of nog niet eens. Ja. is ook zorgen dat je de hele keten kent. Ja. 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 Okay. Dus het gaat niet alleen over het ver... de verpakking, maar het gaat echt over het verpakken. En, en ik, stel, in keten. ik ben een ondernemer en ik heb geen tijd. Uh, wat doe ik dan? Dan kan ik het beste het internet eens opgaan of hoe kom ik in nou, contact is... met iemand die me kan helpen om... Ja. Uh... Ik denk dat leveranciers je echt wel, die weten behoorlijk veel, maar vraag gewoon goed door. Dus vraag door over wat hoe zit het precies in elkaar en kunnen ze je ook helpen met informatie over hoe de keten er verder uitziet. Uh, er zijn natuurlijk zat adviseurs die je kunnen helpen, inderdaad partijen die specifiek op afval zitten, specifiek op verpakkingsontwikkeling, die je ook prima kunnen helpen. Zoals je zegt, ik wil het helemaal uitbesteden, ik wil het wel een groot traject van maken, maar ik wil het uitbesteden, zijn er ook partijen die je kunnen helpen. Zeker ja. wel, ja. Oké. Okay. Dan hebben we gemaakt van hernieuwbaar materiaal of gerecycled materiaal. Ik kan me herinneren, er is niet zo lang geleden best wel wat te doen geweest... om een bepaalde uh, water, uh, watermerk, misschien dat je het zelf ook wel hebt gezien... ik zal de naam niet noemen, uh, maar die hadden een verpakking... dat was, uh, het zag er eigenlijk gewoon een beetje uit een melkkarton, zeg maar, zoiets. Um, en daar stonden allerlei claims op van... Uh, ik ben gemaakt van 100% renewable sources en uh, helemaal recyclebaar, et cetera. Um, hebben ze zelf ook wel echt, on, want er kwam best wel wat uh, kritiek mm -hmm. op... hebben ze zelf dus ook wel onderbouwd... Um, Biologisch af, of hernieuwbaar materiaal of recycle materiaal. wat betekent dat? Wanneer mag je die claim doen? Nou, hernieuwbaar materiaal betekent dat het van een materiaal is wat in korte tijd hernieuwd wordt. Want, uh, dus dat is bijvoorbeeld papierkarton, is van een hernieuwbaar materiaal. Sommige kunststoffen zijn dus van een hernieuwbaar materiaal. Um, zijn er voorbeelden van dingen die ik als consument uh, wellicht ken? Nou, je ziet soms wel eens uh, bio-PE, dat is. Dat ziet er hetzelfde uit als gewoon PE. Uh, maar dan staat er een logootje op dat het van een hernieuwbaar materiaal is. PE voor de mensen thuis ook wel plastic? Ja, ja. polyethyleen. En dat is bijvoorbeeld een tasje. Of een andere folie. Of een, of een fles die daarvan gemaakt is. In sommige petflessen zit ook hernieuwbaar materiaal. Uh, dus dat is in de kunststoffen, maar papier-karton, dat is een makkelijker voorbeeld. Dat is van bomen en dat is natuurlijk ook een hernieuwbaar materiaal. Is het goed of slecht om die twee te mixen? Want dat zie je ook nog wel eens, dat je op van die flesjes ziet staan, made of uh, 100% of 80% renewable sources. En dan staat er in een kleine lettertje, behalve het uh, dopje, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat is um, dus... Op zich, zeg maar, als het dezelfde molecuulstructuur is, dan wordt het ook wel geblend. Dus dan wordt het echt gemixt. Dus dan is de helft is hernieuwbare grondstof of zelfs de helft is recyclede grondstof. Um, en de andere helft is virgin, omdat er bijvoorbeeld nog niet genoeg beschikbaar is op de markt. Dat kan. En wat natuurlijk ook kan, is dat je zegt van ja, het ene onderdeel kan ik wel. Dus de hoofdcomponent bijvoorbeeld van een verpakking, de fles, kan ik wel uh, van een hernieuwbare grondstof maken. Maar dopje nog niet, omdat dat materiaal er bijvoorbeeld nog niet is. Ja, dan kan je dat combineren. Als ze dan vervolgens maar, dus bij alles wat je combineert, moet je nadenken over die recyclebaarheid. Want uiteindelijk is die consument, die eindgebruiker, die stopt het in een zak of een bak. En dan gaat het weer die hele inzameling, sortering en recycling door. En ja, dan moet het wel matchen. Ja. Dus die combinatie, daar, daar doet eigenlijk de hernieuwbaarheid of de gerecyclede grondstof geen afbreuk aan. Stel nou dat je dus uh, Virgin, dus een compleet nieuw materiaal, noem ik het maar eventjes, ja. als, als leek, uh, legt naast uh, gerecycled en naast composteerbaar. Zou je die drie kunnen klassificeren? Van dit is, is beter, slechter of is dat gewoon echt niet te doen en zo afhankelijk nee, dus van die... Nee, dat is echt afhankelijk van de situatie. En je hebt natuurlijk leefcyclusanalyses die vergelijkingen maken op systeemniveau. Maar dat zegt niks over... Uh, jouw specifieke verpakking en hoe jouw consument zich gedraagt. Want het ligt er echt aan, welke bak heb jij dus in je zaak staan? Uh, welke bak, uh, wat hebben ze aan mogelijkheden thuis? Dus waar, land, waar belandt die verpakking en wat doet iemand er dan mee? Ja. Dus daar moet je echt over nadenken. Ja, dat, dat is situatiespecifiek. En sommige materialen, je noemde net al PLA, uh, dat is een heel interessant materiaal. Dat is zowel recyclebaar, dus dat kan je heel goed, redelijk eenvoudig recyclen, en je kan het composteren. Dus dat is ook een interessante. Dus er zijn ook materialen met meerdere eigenschappen. Mm. Um, zijn dat, die beter? Dat hangt dus van de situatie af waar, die je hebt gekozen en welke route er is. Dus het materiaal is op zich niet beter, want het materiaal heeft altijd een functionaliteit. Mm. Dus ik ben... Nou, we hebben hier een glas water aan verpakken. Als ik water verpak, kan je je afvragen of dat in Nederland een goed idee is. Maar goed, dat is even een andere mm. discussie. Maar stel, ik verpak een vloeistof. Um, ja, dan heb ik bepaalde eisen die ik nodig heb. Namelijk dat die, dat die verpakking vloeistofdicht is. Ja, dat bepaalt ook al voor een deel mijn keuze in materialen. Dus een, een materiaal beter ten opzichte van het ander, dat is eigenlijk nooit zo. Want het ligt aan de omstandigheden van product, verpakking, in de keten, in een bepaalde markt en gedrag van consumenten. Oké. Okay. Dan komen we nog bij een interessant plasticvrij. Daar is ja. ook erg veel om <laughs> te doen geweest de afgelopen maanden. Ja. Wat betekent die claim? Die claim die heeft eigenlijk een hele bijzondere context gekregen. Uh, door de Single Use Plastics Directive, wat wij vertaald hebben in wetgeving ook in Nederland. Uh, waarin we dus eigenlijk zeggen we willen zo min mogelijk kunststof gebruiken in zwervervalgevoelige producten en verpakkingen. Waarom? Omdat we die heel erg terugvinden in het milieu. Dus zwervervalgevoelig betekent dat het makkelijk in de openbare ruimte terechtkomt, en dus daarmee ook in het water en het daarvoor ontreinigt. Um, dat want dat breekt niet af, niet zomaar. Mm. Dus de gedachte is, oké, okay, we gaan er minder plastic in dat soort verpakkingen. En hoe gaan we dat organiseren dat we dat voor elkaar krijgen? Nou, daarvoor is hele uitgebreide Europese wetgeving gemaakt. Die is vertaald in Nederlandse wetgeving. En één belangrijke term daarin is inderdaad die plasticvrij. Ja, wat is dan, dan krijg je de discussie, wat is plastic? Nou, dat is een... Is PLA bijvoorbeeld plastic? Ja. Want ik heb ja. ook wel eens uh, van die PLA rietjes, misschien waar dan op staat, Ik ben geen plastic of ja. iets in die richting. Nee, maar PLA is een kunststof, is een polymer, en het is uh, een niet natuurlijk voorkomend polymer. Dus je hebt wel dus waar een hernieuwbare grondstof, uh, maar je hebt een chemisch proces nodig om tot te komen tot die polymer. Ze je je zeggen je... suikerriet, toch? Heb ik wel eens? Ja, suikerriet kan. Ja, je kan het van. Dus PLA is suikerriet inderdaad. Um, maar je hebt dus een chemisch proces nodig om van het een naar het ander te komen. En dat betekent dat het een kunststof is, plastic is. Ja, dus niet anders dan olie daarin eigenlijk. Hè? Nee, alleen je hebt een hernieuwbare grondstof Precies. gemaakt. Dus eigenlijk heeft de Europese wetgever gezegd, de grondstof maakt niet echt uit. Dat kan hernieuwbaar zijn of fossiel. Maar het gaat om het feit dat je een proces hebt toegepast en dat daar een polymeer uit is gekomen. En dat die nou ja, uiteindelijk, uh, want afbreekbaar is, dus afbreekbaar in een industriële composteerinstallatie, maar niet zomaar in de natuur. Je ja. Moet wel de goede omstandigheden hebben. Ja, dus stel je op... belandt in de zee, dan ben je nog niet verder opgeschoten. Nee, dus dat is niet de oplossing. Dat hebben ze zo gezien en dat hebben ze zo opgeschreven. Dus plasticvrij is ineens een heel klein hoekje geworden, waarin maar heel weinig materialen die claim kunnen maken. Dus daar wordt nu heel erg gezocht. Nu heeft de Nederlandse wetgeving is nog net iets strenger dan de Europese. Dus wij hebben maar heel weinig opties om bijvoorbeeld een kartonnen verpakking. Een, van een coating te voorzien. die plasticvrij is. En er zijn aardig wat kartonnen verpakkingen die dat hebben, geloof ik. Kijk, alles wat met eten ongeveer in aanmaking mag komen. Ja, daar zit vaak zo'n coating in. Nou, vloeistof is het. zodra het een beetje vochtig is. dan kan je natuurlijk eigenlijk niet in karton verpakken. Het interessante van karton is dat je een hernieuwbare grondstof hebt. Uh, maar ja, je hebt dus ook nog iets nodig. als je er inderdaad een vloeistof in wil verpakken. Ja, is dat feitelijk ook zo? Of is dat. Um, want ik hoor ook nog wel eens, er zijn natuurlijk, ik zeg niet dat dat hier het geval is, maar nog wel eens wetten die um, misschien iets verder gaan dan wat, wat nodig is. Moet er per se een coating in. Stel ik ben een consument en ik vraag me af, want ik denk dat er aardig wat mensen zijn die een papieren bakje krijgen, bijvoorbeeld bij de, bij de cafetaria, bij de snackbar. En die dan denken, oh, dit is een papieren bakje. Ja. Uh, maar er zit vaak wel een coating in, toch? Ja, daar zit vaak wel een coating in. Want uiteindelijk, als je een papiertje, als je dit papiertje of dat boek nat maakt, dan valt het uit elkaar. Hmm. Dus. Je hebt vaak iets nodig om te zorgen dat het uiteindelijk, uh, nou ja, dat het, dat het papier de drager is en dat het die kunststof het vloeistof dicht maakt. En stel ik pak nu de exacte definitie dus van uh, plastic vrij. Is plastic vrij dat... wordt op dit moment heel streng uitgelegd. Dus dat is, dat, dat is een traject wat lopen, loopt. De inspectie leefomgeving en transport is aan het kijken van, nou, hoe kunnen we dit? Welke materialen vallen dan wel onder de definitie plastic vrij? En dat is tot nu toe één materiaal gelukt. Uh, daar gaan ze vast binnenkort over publiceren. Dus ik zou alle kijkers aanraden om te zorgen dat ze dat in de gaten houden. Spannend. Wij zullen dat ook vast op onze website zetten en jullie vast ook. Want dat is iets anders dan dat papieren bakje wat ik nu dus krijg. Uh, ja. Dat is weer een ander materiaal. Ja. Oké, okay, dat, is, dat is feitelijk plasticvrij in de zin van daar zit 0% daar is, ja, procent daar... plastic in. Ja, en dat is dus een natuurlijke polymeer volgens die definitie die uiteindelijk in de Europese wetgeving staat. Oké, okay. want je gaf net aan, in Nederland is de wetgeving dus strenger dus, ja, dan uh, in sommige andere landen. Ja. Klopt het dat er dus ook een andere definitie daar wordt gehanteerd van plasticvrij? Nee, alleen wij zeggen wat dat meer producten plasticvrij moeten zijn. Oké, okay. ja. Check, dus kort door de bocht, plasticvrij betekent dat er feitelijk 0,0. 0... Dat er alleen maar een natuurlijke polymeer mag zitten en dus geen polymeer die op de een of andere manier chemisch tot stand is gekomen, als okay. ik het even in mijn eigen woorden moet zetten. Dan hebben we uh, alle termen, denk ik, alle belangrijke claims um, gehad, in ieder geval dingen die wij vaak tegenkomen. Zijn er zelf nog dingen die je opmerkt de afgelopen periode, waarvan je merkt van, nee, die kom ik vaak tegen, daar is veel onduidelijkheid over? Nou, ik denk dat we in het algemeen in een zoektocht zitten, uh, waarin we proberen het zo duurzaam mogelijk te doen. En dat er in die zoektocht heel veel dingen naar boven komen. En sommige dingen zullen... Uh, daadwerkelijk uh, nou ja, gaan vliegen. En andere zaken zullen, zullen helaas niet doorgang vinden. En ik denk dat dat eigenlijk echt de zoektocht is waar we in zitten. Hoe komen we uiteindelijk tot nou ja, echte duurzaamheid, dus zo circulair mogelijk op de wat kortere termijn? En nou ja, volgens ons is dat intrinsiek duurzaam. Maar dat, dat heeft wel een hoop initiatieven nodig en een hoop proberen om te, tot, totdat we er daadwerkelijk zijn. Ja. Ja. Ik denk uh, dat heldere communicatie waar we de video mee begonnen, dat dat uh, uh, onverminderd belangrijk is. Ja. Um, na dit gesprek met jou gevoerd te hebben, um, merk ik dat er nog steeds enorm veel dingen zijn om rekening mee te houden. Ja. Um, stel dat je één, let ik het als één tip, één uh, tip zou mogen meegeven aan ondernemers die dit belangrijk vinden, die hiermee bezig zijn. Wat zou die tip zijn? Nou, dan zou ik echt zeggen, zorg dat je het onderbouwt. En zorg dat de consument, dus ik maak er toch twee van, de consument echt begrijpt wat je bedoelt en mm -hmm. wat je zegt. Ja. En dat dat onderbouwd is. Oké, okay, en daarvoor kun je dus het beste het internet op gaan. Dus bijvoorbeeld jullie website is raadplegen. Ja, maar ook van andere instanties gewoon zorgen dat je je goed informeert en dat je uiteindelijk kan onderbouwen wat je doet. En dat de consument begrijpt wat, of die klant, als het een zakelijke relatie is, wat jij bedoelt en wat hij moet doen. Oké okay, Karen. ik wil je hartelijk danken. Ik heb uh, een hoop uh, nieuwe dingen geleerd vandaag over allerlei milieuclaims die er uh, rondgaan tegenwoordig. Mocht je als kijker, luisteraar nou benieuwd zijn naar wat zijn nog meer milieuclaims die vaak voorkomen en wat betekenen die claims nou eigenlijk? Raadpleeg dan absoluut eens de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Linkjes staan in de beschrijving. En hier kun je ook de sheets zien waar we in, deze, in dit gesprek, in deze video naar uh, vermeld hebben.